Oké, Moesti, we zijn 3 minuten na de wedstrijd. Ik zie het scorebord nog staan boven u, 3-6. Uw relaas even. Ja, goeie begin, maar kom beter. Snel goal gevallen, de 3-6 of de 3-5 dacht ik. Maar moest wel beter, maar dat is een goede wedstrijd uiteindelijk voor 2 dagen. Ja, bij de, een beetje de keerpunt, bij de 2-3 missen we enkele kansjes of pak Pagetta die goed. Bij de 3-5 opnieuw. 2 keer op de paal, 1 keer 10 meter van uzelf. Was dat misschien een keerpunt geweest voor ons? Ik denk het wel. Als ik de 10 meter had gemaakt, werd het 4-5, dacht ik. Mm-hmm. Dus dan ging ik wel beter gaan, maar ik heb geprobeerd, maar het is niet goed gelopen. Ja, al bij al als we de puntjes pakken, bij de 3-5 iets te weinig, bij de 2-3 iets te weinig. Verdienen we meer of is het de juiste uitslag? Nee, we verdienen zeker meer. Voor uzelf, we spraken elkaar voor de wedstrijd. En sprak een beetje over de tactiek. Was het de juiste tactiek, denk je? Vandaag was het goed. Ja. Vandaag was het, hoe we de ruitvorm noemen, ging het beter. Dus hoe het zo altijd moet gaan eigenlijk. Dus je ziet graag een aanvallend Celtic? Tuurlijk. Okay. Ik kan me leren van voor. Is dat wel leuk. Dan zelf ook. Maandag even de groep bij elkaar gepakt. Hebben we gevraagd voor maturiteit, werkkracht, inzet. Mag ik zeggen dat je daar vandaag een voorbeeld van was voor de groep? Ik hoop van wel. Vertelt ik, ja, ik had het uiterste. Dus zoals je ziet, vol bloed. Ja. Bloed en tranen, maar het was goed. Iedereen moet voluit gaan. Dan gaan we zeggen dat niks makkelijk. Dit moeten we nog 20 keer brengen. Natuurlijk, sowieso. Oké, ik dank je. Proficiat met het doelpunt nog. Dank je.